De provincie Gelderland werkt vanaf 7 maart tot half juli aan de industrieweg tot en met het Zwarte Paard, de N835. Het gaat om het gedeelte van de industrieweg vanaf de aansluiting met de A15 bij Tiel tot en met de rotonde Zwarte Paard. In dat kader wordt onder andere de verkeersregelinstallatie bij de Staatse Straat en de Kennenseweg Rivierenlandlaan vervangen. Tegelijkertijd worden de genoemde kruispunten en de afritten van de A15 aangepast voor een betere doorstroming van het verkeer. Ook wordt er gewerkt aan het wegvak van de N320 dat aan de oostzijde aansluit op de rondtonde met het Zwarte Paard in Eckenwiel. Wegwerkzaamheden gaan onvermijdelijk samen met verkeershinder. De provincie en de aannemer richten het werk zo in dat er zo min mogelijk verkeershinder zal zijn. Een deel van de werkzaamheden wordt overdag in en langs het verkeer uitgevoerd, maar wordt ook in het weekend en 's nachts gewerkt. Dan worden wegen afgesloten en wordt het verkeer omgeleid. Voor actuele informatie kunt u binnenkort ook de website van de provincie Gelderland raadplegen. Dat kan via www.bereikbaargelderland.nl